Lil dat je zegt je geschiedenis in het Engels gaat krijgen en dat je LO in het Frans krijgt. En dan begint je ook in het Engels te praten in de les. Bij Kliel dan krijg je lessen in een andere taal. Je krijgt geschiedenis in het Engels en LO in het Frans. We krijgen wel op een andere manier les. We doen veel meer groepswerk en er zijn oefeningen op Smart School die ons Engels helpen te verbeteren. De geschiedenis is makkelijker dan vorig jaar, omdat je meer uitleg krijgt in het Engels bij je teksten en zo. Er wordt ook zo, alles wordt zeker een paar keer herhaald, zodat je het zeker allemaal onthoudt. In de lessen geschiedenis doen we spelletjes, bijvoorbeeld om de drie standen te leren kennen. En dan krijgen we een kaartje en dan staat een persoon en uitleg over die persoon. En dan gaan we tegenover iemand zitten en dan leggen we dat uit, zo een beetje speeddaten. Ik vind de klielessen dat je vooral bij geschiedenis het veel actiever krijgt. Je speelt veel meer spelletjes om de leerstof te begrijpen. So, good morning everyone. Everybody take out your binder and take your handouts at page 1. We'll be starting a new team today. Het is gewoon de bedoeling dat je moet proberen om te leren praten in die taal. En als het niet gaat, mag je wel in het Nederlands aan doen, dan moet je gewoon zoveel mogelijk proberen. So there's a card on your desk. And you can see, on top of the card is your name. So this is your new name. And your identity. So who are you going to be for this lesson? So try and really be that person. So if there's on the card that you're a man and you're really important, then try and lower your voice and talk like this. My name is I'm five years old. De lessen geschiedenis en LO vind ik dat er niet zoveel is veranderd buiten dan de taal, maar ik vind dat heel goed meevallen. De LO-lessen in het Frans legt mijn vrouw daar heel goed uit en pakte ook altijd een partner erbij om alles voor te doen. En zo gaat het makkelijker en ze legt ook heel goed uit wat de dingen zijn. En je kunt bij haar ook wel vragen stellen in het Nederlands. En ze antwoordt in het Frans, maar je moet wel soms proberen. De jambe devant, la jambe droite, la main droite, pardon. La jambe gauche devant. Donc il y a la balle dans la main gauche, on va de l'arrière vers l'avant. Vous voyez, le bassin revient. Le service. La balle passe au-dessus du filet. Ja, ik vind het wel tof, omdat het is wel anders en je denkt op een andere manier na. En je moet ook wel meer opletten en zo. En ja, ik vind het wel leuker dan een gewone les. Engels is er meer op vooruit gegaan, omdat je leert ook veel meer vocabulaire. En ik merk ook dat het makkelijker gaat en vlotter. Eigenlijk, eerlijk gezegd, mijn punten zijn daardoor gestegen. En ook voor Engels en Frans, en ik had eigenlijk niet verwacht. Ik vind dat ook de Engelse lessen dan zelf, verstaat je de leerkracht veel meer. Omdat je dan ook meer lessen, dus geschiedenis dan ook in het Engels krijgt, verstaat je het beter. In het begin is het wel wennen en dan schiet je daar een beetje van. Maar in het begin dacht ik ook, oei, wat heb ik gekozen? Maar nu vind ik het goed dat ik dat gekozen heb, want ik zie echt dat mijn Engels vooruit gaat. Mijn Engels is veel beter geworden. Ik vind het heel leuk, omdat het iets nieuw was dit jaar en omdat ik het wel een uitdaging vond om iets te proberen. Het is vooral ook leuk omdat het een vak is in een andere taal. Ik ben Kliel gaan doen voor mijn Engels te verbeteren. En nu zijn we al een tijdje bezig met Kliel en ik heb wel het gevoel dat mijn taal is verbeterd en ik versta ook veel meer in het Engels en in het Frans. En het is ook goed voor uw schrijfdurf en uw spreekdurf te verbeteren.